In de Surinaamse media, Dagblad de Waarde Tijd, staat een stuk met de kop Huilebalk Riot Hunkert naar waardering. Dit stuk wordt toegeschreven aan de snijds Armand Snijders. Ik zal lezen wat er verondersteld wordt in dit stuk. 2 juli 2024, actueel, column, De Waarde Tijd, Suriname. Het heeft echt niets te maken met de overvloedige regen die de afgelopen dagen weer in stad en land blank heeft gezet, maar deze week buif ik mij over de riot van openbare werken. Want aan die regen kan de minister niets doen, en dat iedere buurt onder water loopt, kun je hem ook niet echt verwijten. Daar is hij natuurlijk wel medeverantwoordelijk voor, maar dat zijn zijn tientallen voorvangers ook. Dat ik hem in deze aflevering door de mangel ga halen, is ter aanleiding van zijn zoveelste verjammer voorafgaand aan de vergadering van de ministerraad. Het is van belang dat de samenleving mij waardeert, zo zei hij. Het liefst had hij daar een treintje bij verlaten om de ernst van zijn opmerking te accentueren, maar in toneelspelen is hij niet zo goed. Hij wil als politicus al te vraag de erkenning krijgen die hij volgens zichzelf verdient, maar al vier jaar lang niet krijgt. Het zou namelijk op basis van publiek-private partnership worden gebouwd, het toverwoord waarmee Ryan het volk lange tijd voor de gek hield. Ik kan hem vertellen dat hij die nooit zal krijgen. Vooral niet omdat je het in het compleet verziekte politiek Suriname als minister bijna nooit goed doet bij het volk. En rijdt het al helemaal niet. Hij is er vooral goed in om met zijn ondoordachte uitlatingen de samenleving te shockeren... ...en zijn onbetwiste leider Chan na te praten en gunstig te stemmen. Ook Rai het praat heel veel zonder dat hij inhoudelijk ziet heeft. Laat staan dat hij wat doet. Ik denk met mij ongetwijfeld veel anderen vindt eigenlijk dat hij al in 2021 opgehopeld had moeten zijn. Toen vond hij dat dat de trends in Nikkeri niet opgehaald hoefde te worden om het volk te straffen. Dan hadden de kiezers maar niet zo dom moeten zijn verweest om Bouten ze tien jaar de macht geven... Dat was een volstrekt onbegrijpelijke opmerking, de minister onwaardig. Je zit immers op die stoel om oplossingen te bedenken voor problemen en niet met allemaal niet ter zake doende excuses te komen waarom je het niet wilt doen. Daar maak je veel vrienden mee. Doch ondanks dat Jan keer op keer heeft geroepen dat hij binnenkort, binnen afzienbare tijd en na afronding van de evaluatie minister zou leshuffelen, heeft hij dat even zoveel keer naverlaten. En mocht Rijd blijven zitten en kon hij doorgaan met iedereen de schuld van alles te veven. Behalve zichzelf uiteraard. Hij deed natuurlijk wel iets, vooral zaken die zijn baas Chan wilde. Zoals 11 oktober 2020 samen met zijn Guyanese collega en Surinaamse en Guyanese vlagplaatsen op Long Island... ...een eilandje in de quarantaine-rivier waarover de brug naar de buren moest komen. De eerste paal zou daarvoor in 2022 geslaven worden en het zou volgens Riot allemaal veel cent kosten. Het zou namelijk op basis van public-private partnership worden gebouwd... Het toverwoord waarmee hij het volk lange tijd voor de vek hield. Uit pure wanhoop is Xiao nu maar naar de Chinezen gestakt, in de hoop dat die honderden miljoenen US dollars willen lenen om zijn droom te verwezenlijken. Ik bevrijp zijn frustratie wel over het gebrek aan waardering. Want hij doet in zijn bekrompen belevingswereld hard zijn best om er wat van te maken op het departement. Maar de resultaten zijn uitermate bedroevend. Om maar een zeer bescheiden opzomming van zijn plannen te veven, de veerverbinding Paramariboemeerzorg zou weer nieuw leven in geblazen worden om de Borsebrug te ontlasten en tussen Leonsberg en Nieuw-Amsterdam zou eveneens weer een veerboot komen. Ook waren er plannen voor nieuwe bruggen over de Suriname rivier en werd het hele land al lekker vermaakt met een rechtstreekse verbinding met Europa middels een brug over de Marowijn naar Frans-Guyana. Dat het redelijk ondoelig is om in Albina te komen omdat de Oost-Westverbinding in dramatische staat verkeert, daar ligt Rai het niet wakker van. Ook niet over de weg naar Zanderij, die alweer ruim twee jaar verleden voor de top in Eiltempo opnieuw zou asfalteren. De hoge gasten uit de regio hebben daar echter niets van gemerkt. Ze werden op weg naar Paramaribo behoorlijk door elkaar geschud. Net zoals iedere Suriname. Ik vermoed dat Rai het provisie krijgt van bevriende monteurs die aan andermans ellende grof verdienen. Zo is op de JD Gompertstraat. Waar ik iedere week een paar keer overheen rijd en die sinds Riot-minister is herhaalde malen door Italië is opgelat, nog altijd een vreselijke gatenkaas. Wat ze daar hebben gedaan is dat je moeiteloos het onderstel van je auto aan gord kan rijden. En met de scooter, bromfiets of fiets is de kans reëel dat je een doodsmak maakt. Zeker als je de vaten niet ziet door de grote hoeveelheden regenwater die de straat regelmatig overspoelen. Ik vermoed dat Riot provisie krijgt van bevriende monteurs die aan andermans ellende grof verdienen. Over de regen en aanverwante wateroverlast van afgelopen week zei Riott dat veel trends er niet konden worden opgeschoond omdat financiën en planning de begrote middelen niet beschikbaar heeft gesteld. Dus het geld is er wel maar centen, collega Stanley Draalt, waardoor wij nu met z'n allen pootje mogen baden. Dat is pas prudent beleid. Daar zou Riott, als hij een echte vent was, toch tegen geen opstand moeten komen. Hij is echter geen vent, maar een politicus van het huilenbalk type. Ik wil hem adviseren om met Chan in gesprek te gaan en hem proberen duidelijk te maken dat hij de verkiezingen niet zal winnen door met heel veel Chinees geld een brug met de buren te bouwen of door zijn maandelijkse salaris te verhogen. En dat hij eerder heel veel sympathie zal vervaren bij het stemvee door dat geld te investeren in het verbeteren van de afwatering. Alles staat de komende maanden toch in het teken van de verkiezingen, andere zaken zijn even niet belangrijk. Doet Chan dat, dan zullen heel wat andere fratsen van de regering in één klap verveten zijn. Als we verfarandeerd zijn van droge voeten dan zal de kiezer de leiders zelfs verveven dat ze wat vriendjes en vriendinnetjes op mooie posten hebben benoemd en dat ze zinloze snoebreisjes maken. Maar daarvoor is het eigenlijk al te laat. Ik heb helemaal niet de illusie dat we voor de verkiezingen van het gehobbel in de Gompertstraat zijn verlost. Maar hopelijk na de verkiezingen wel van huilenbouw kraaien Laat hij na zijn ministerschap maar van doen wat hij het beste kan, tandarts worden en vaten vullen. In die hoedanigheid krijgt hij misschien wel de waardering waar hij zo naar humkert en die je nu door zijn zoete praatjes en keer op keer mislukte plannen helemaal moet ontberen. Armal, Snijders, Dagbad, De Ware Tijd, Paramaribo, Suriname.